Welkom bij de tweede klusvideo. Ik ben nu bij Praxis, zoals je ziet. En ik heb extra behang gehaald. In de vorige video had ik jullie laten weten dat ik te weinig behang had gehaald. Omdat ik niet... Ik had er geen rekening mee gehouden dat patronen... Dat je daar 3 banen uithaalt in plaats van 4 wat ik had berekend. Dus ik moest extra behang halen. Had ik besteld en die heb ik dus nu opgehaald. Ik kom er alleen net achter, terwijl ik de behangrollen in de auto doe. Dat er een verkeerde behangrol is meegegeven. Ik ben blij dat ik nu nog voor Praxis sta. Oh, de wind. Zo doe ik het even zo in de auto. Ik ben blij dat ik nog voor Praxis sta. Dus ik ga gauw eventjes vragen of ze dezelfde behangrol wat ik hier in mijn hand heb. Eventjes dan kunnen pakken voor mij. En dan is het helemaal... Ik wilde zeggen, dan kan ik terug naar de woning. Maar dat is niet zo. Dan moet ik naar Hornbach. Yep. Oké, ik neem jullie gewoon weer mee. Ja? Ik ging net even terug om het behang om te ruilen. Maar ze hadden hem niet op voorraad. Ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar ik heb haar dus verteld dat ik al een aantal rollen behang had liggen en dat ik dus nu rollen bij heb gekocht. En toen vertelde zij, ja, maar dat is niet heel slim, want ze zijn nog niet in hetzelfde verfbad geweest. En dan kan je kleurverschil zien als je ze tegen elkaar gaat leggen. Oeh, gezondheid. Tegen elkaar gaan leggen. Dus ik dacht, wacht even, waarom komt er iedere keer weer iets nieuws bij over behang? Ik snap het niet. Zij heeft dus nu een ander filiaal gebeld in de buurt. En gevraagd of ik daar 7 rollen, of zij 7 rollen hadden. En dat hadden ze op voorraad. Dus dan ga ik nu alle rollen die ik daar heb meenemen. En dan weer omruilen voor hetzelfde verfpad. Ik vraag me af in hoeverre je dit echt gaat zien. Maar zij was er echt van overtuigd dat het een must is. Dat het uit hetzelfde verfpad moest komen. Oké, dat was 1. En 2... Ik had de verkeerde glitterbehang besteld voor Nigeli en Janai. Dus die moest ik ook omruilen. En nu denk ik ineens... als die anderen hetzelfde verfbad moesten hebben... Nigeli. Dan moet deze dat waarschijnlijk ook. Verder heb ik wel goed geslapen. Ish. Maar we gaan er gewoon weer tegenaan, hè, mensen. Ik bedoel, dit is klusdag nummer 5. En... ik heb nog wel even te gaan. Ik was net wel heel even in de woning. En toen zag ik dat hij al bezig was met het schuren van de slaapkamer van Nigeli en Janai. Dus that's a good thing. Maar het is gewoon, it's a lot. It's just a lot. Ik had het zo niet verwacht dat er zoveel meer bij kwam. Tuurlijk, het loopt nooit zoals jij zeg maar wil of wat dan ook. Maar dit is wel echt even andere koek. Oh. We gaan ook even kijken naar het laminaat. Dat heb ik helemaal niet meer gedaan. In de vorige vlog zag je hoe ik water had over, over het laminaat. Dat toen nog geen 24 uur lag, had ik laten vallen een emmer water. En nu is het een dag daarna. Dus ik ga even kijken of ik nu zie dat de laminaat is bol gaan staan. Want ja, ik heb geen laminaat dat tegen waterbestendig is. Waterbestendig, ja, je snapt wat ik bedoel. Dus ik ga dat ook eventjes even laten zien. Maar ik moet eerst naar Hornbach. Spray of nee, spuitverf. Wat is het dan? Spuitbus halen voor mijn trapleuningen. Want de trapleuningen die ik nu in mijn huidige woning heb, die zijn super mooi, maar die zijn gewoon te kort. Het lijkt me alsof deze trap steiler is of zo. I don't know. Maar in ieder geval, het past niet. Deze trapleuning is langer. Oh nee, ik weet al wat het probleem is. Want ik heb bij mij heb ik 2 hoeken. En hier is het ook een hoek. Maar die hoek heeft geen trapleuning. Dus dan is die eigenlijk langer. Whatever. Ik ga in ieder geval spuitbussen halen voor de behanger slash verver. Die dat zeg maar doet in mijn huis. En dan gaat hij het voor mij doen. Zo blij. Daarna moet ik de trap... bomen moet ik dan gaan verven. Dus ik moet ook nog even... Ik heb zoveel te doen. Het is nu al... Het is al 10 uur. Het is al 10 uur. En de kinderen die komen wat? Om 2 uur uit school, 2:15. Elijah heeft wel wetenschap en techniek cursus. Dus dan heb ik alleen Janai. Maar... Nee, komt wel goed. Oké, ik ben dus net naar... Hornbach geweest en toen kreeg ik een berichtje van de behanger die zei dat ik knauf behang nog wat mee moest nemen
10 kilo. Omdat de muren afbrokkelen en hij kan dan niet lijmen. Want op het moment dat hij gaat lijmen op de muur, dan zitten allemaal van die stukjes muur aan zijn roller. Ja, dat werkt niet. Oké. Dus ik heb dus ook 10 kilo dat meegenomen. Ik had een verhuisfittingen had ik gekocht. En de spuitverf, zeg maar. Weet je wel, die bus. Prima. Ik heb dat allemaal afgegeven. En nu kom ik erachter. Thuis haal ik ook al die behangrollen uit mijn auto. En ik denk, hé, wacht eens even. Ik mis een rol. Had ik dus de rol die ik mee had genomen om te laten zien welke rol dus miste, in Praxis gelaten. Dus ik kan zo meteen weer terug naar Praxis. Always keep on smiling. Ik ben nu bij Action. Droge lippen. Ik ben bij Action en dan moet ik daar nog afdekcel halen. Ik moet peurschuim halen, want er zitten gaten in de muur. Ik word helemaal lijp. En ik ga Versteda bellen. Ik ga die woningcorporatie bellen. Want dit kan niet. Je kan me niet vertellen dat ik zo mijn muren moet gaan doen. Oké, ik heb dus net die meneer gesproken van de woningding. En hij zegt, een beetje stoer doen natuurlijk. Ja, nee, je hebt het gezien, de woning, voordat we bezig waren. Het was gewoon behang klaar. En ik zeg, het zien en er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan, zijn twee hele verschillende dingen. En ik had ook niet echt het verstand ervan, want anders had ik natuurlijk meteen gezien van dat dit niet behang klaar was. En behang klaar is in mijn definitie gewoon heel anders dan wat jullie zien als behang klaar. Want behang klaar hoort eigenlijk gewoon lijm er tegenaan te gooien. En je kan gewoon behangen. Sorry, ik ben buiten adem. Ik kom net in de auto zitten. Ik ga gauw. Ik ben ook nog eens eten voor mijn kinderen vergeten. Voor hun brood. Dus voordat ze gaan lunchen ga ik dat even brengen. Oké, we zijn nu in de woning. En de kamer van de meiden. Die is ik wil niet zeggen bijna klaar met behangen, maar het is begonnen met behangen. Kijk maar even mee. Oké, er zit hier zo'n bouwlamp. Waardoor je de kleur misschien niet helemaal goed ziet. Maar als je goed kijkt, zie je de glitters. Ik weet zeker dat Janijn dit echt geweldig gaat vinden. Zo. En dan komt daar. Ja, die muren zijn echt verschrikkelijk. Het is echt niet te doen. Maar goed, weet je, ik heb het niet over deze, maar over die daar. En die daar. Maar goed. Dat is nou eenmaal wat het is. Ik laat jullie nu eventjes bij daglicht zien. Dit is mijn slaapkamer. Misschien is het beter wat beter te zien zo. Er valt niet echt te veel te zien, want het is gewoon wit. En ik heb nog steeds niet een keuze gemaakt of ik deze ga doen. Ik denk het wel. Het is wel echt intens, hè. Oei. Maar ik denk het wel. Ja. Moet ik weer behang halen. Ja. Nou, ik heb net de trapleuningen op zolder eraf gehaald. En nu worden de lichtknopjes en wat is het nou? Stekkerdozen. Worden gespoten. Ja, dit is de primer eerst. Ik moest dus naar Hornbach toch, voor die spuitbussen. Dat was dus dit, die primer. En dan komt dan daarna de stekker of de zwarte spuit eroverheen. Kijk, nu is er de zwarte lak. Ik ga er overheen. En dan is het black. Blackity black. I love it. Nu gaat deze primer, wat dus eigenlijk net ook over de lampen en dingen ging en zo, die lichtknopjes. Over de trapleuningen. Dit is deze primer. Deze heb ik gekocht bij Hornbach. En na deze primer dan doen we dan een andere keer de zwarte lak eroverheen. Is het trouwens mat of is het? Ja, mat. Oké, goed zo. Juist. Oké, dank. Thank you so much. Oké, ik ga dus nu de kinderen ophalen. En daarna hou ik het hiervoor gezien. Wat een dag was het vandaag, zeg. Klusdag nummer 5 was alleen maar rennen, vliegen. Oh, ik moet nog naar de Praxis om die rol op te halen. Wat is ik vergeten?
Die was ik vergeten. Kijk mijn handen, mensen. Oh my goodness. Dit kan echt niet. Maar oké. Okay. Ik ga hierbij klusdag nummer 5 afsluiten. Ik zie jullie bij klusdag nummer 6. Oké, ik had dag 5 afgesloten. Maar het is nu 6:55 s'avonds. Oh. En ik realiseer mij dat ik gewoon nog niet heb gegeten. Mijn kinderen hebben wel gegeten bij mijn tante. Mijn oma had gekookt. En ik ga maar door. In mijn hoofd ben ik alleen maar bezig met... Oké, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Mijn zus nog moet het zo nog doen. Kinderen moeten meer. Oké, met jelly gevoed. Prima. En wij gaan weer verder. Dit, zus en zo. Blablabla. En nu ben ik bij mijn moeder voor de deur. Ik moet nog eten, mensen. Ik zie het nu 6:45. Oh my goodness. I'm so fucking tired. Weet je wat er net ook gebeurde? Ik reed mijn moeder haar afslag gewoon voorbij. Sorry, ik kom gewoon speeksel, baba, alles. Nee, maar ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Ik ben gewoon nu echt zo van... Mijn zoontje staat voor de deur. He was like, what the fuck. Ik kom eraan. Ja, nee, ik... Dit moest er nog even bij. Dit is nu het einde van klusdag 5. Morgen weer een dag. Moet ik ook nog naar de tandarts. Moet ik ook nog dit doen. Moet ik ook nog zus doen. Moet ik ook nog zo doen. Moet ik ook nog papap doen. Bijna de echte verhuisdag. Dus dat al mijn spullen uit de andere woning naar de ene woning gaan. En het is gewoon echt... het is veel. Ik heb echt gelukkig... Ik heb gewoon gelukkig hulp. Dus daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Jane en Dion die mij hebben geholpen. Daar ben ik echt dankbaar voor. Jane die mij heeft geholpen met haar vriend. Natasha natuurlijk, een oud collega. Mijn moeder die echt gewoon... Ja, ik ben gewoon blij. Klusdag nummer 6. Dit was een dag waar ik eigenlijk het huis nauwelijks tot niet heb gezien. Ik heb alleen... ben ik naar de tandarts geweest. En voordat ik naar de tandarts ging, nadat ik de kinderen naar school heb gebracht, moest ik iets van renovlies... plaksel, iets halen, omdat de muren dus afbrokkelen, wat ik gisteren dus al uitlegde. Dus ik heb dat echt alleen maar binnengezet en ben meteen weer weggegaan, want ik moest nog een eindje rijden voor de tandarts. Oké, dat is dus allemaal goed gegaan. En even kijken, ben ik thuis hier in mijn oude woning heel veel aan het doen met alles nog, eigenlijk verhuis klaarmaken. En ik... heb gewoon nog best wel veel te doen. Dus ik ga gauw weer aan de slag. En dan, moet ik de kinderen weer ophalen van de BSO. Oké, ik was bezig met de was. En toen werd ik gebeld door de BSO van Elijah. Elijah is ziek. Hij heeft 39 graden. Is de temperatuur, is verhoging. En hij is gewoon niet lekker. Alsof we het niet druk genoeg hebben. Hij betekent dus dat hij morgen niet naar school kan. En dat is één dag voordat ik daadwerkelijk ga... overgaan met alle spullen. Dus ik heb echt gewoon superveel te doen. Ik heb nu snel naar Jaylee in de autostoel gezet. En we gaan nu dus die kant op. Eerder dan verwacht. Maar goed, mij niet uit. Daar haal ik ze gewoon op. En ik moet ook nog kijken wat we gaan eten. Busy. Ik ga gauw. En dan... ik hoop gewoon echt dat hij gewoon echt even moet uitzieken. Dat het na een paar dagen voorbij is. Maar... dit kan ik er eigenlijk helemaal niet bij hebben, mensen. Klusdag nummer 6. We zijn wel bij 7. Je no sabiere. Volgens mij zijn we bij 7. Je ziet Elijah en Janai en Nigelie slapen in de auto. En ik ben nu in de woning. Wij zijn nu namelijk bezig met het vrijmaken van de woning. Voor de verhuizers die morgen komen. Ik ga het even laten zien. Ik heb nu één kamer... Eén kamer gedweld. En dan kunnen hier spullen worden neergelegd. Ik heb het met een bouwstofzuiger helemaal gezogen. En dan ga ik hier zo meteen ook dweilen. Dan kunnen hier ook spullen worden neergelegd. It's a fucking lot.
Maar goed, als we dit allemaal hebben gedaan, mijn moeder is beneden bezig. Dan gaan we naar mijn oude woning, alles in pak klaarmaken. De laatste spulletjes losmaken, zodat ze dat kunnen, een beetje bed uit elkaar halen en zo, in de kledingkasten. Zodat ze dat kunnen meenemen. En dan moeten we voordat we gaan, want de behanger heeft mij vanmorgen gebeld. En die heeft gezegd, wil jij morgen of vandaag een zeiltje leggen over de vloer? Zodat alles is afgedekt en dan gaat hij muren schuren. Laat ik beneden even zien. Dit heeft hij trouwens gisteren ook gedaan. Als je goed kijkt, we hadden deze muren gewit. En hierboven heeft hij dit allemaal met zo'n beplakt of bezaaid of whatever. Dit moest ik dus gisteren halen voordat ik naar de tandarts ging, weet jullie nog? En dit is dus zeg maar in de hele woonkamer gedaan, boven, want het moest, want het brokkelde gewoon echt af. Hier was het helemaal, ja, dat heb ik volgens mij niet eens laten zien, maar dat was helemaal grijs gewoon, omdat het helemaal was afgebrokkeld. En dan nu moeten we dit alles hier in de woonkamer weghalen en dan kunnen we dat zeiltje opleggen, gaat hij alle muren schuren. Voordat de verhuizers komen. Dus dan is dat in ieder geval gedaan. Worden mijn spullen niet helemaal vies met al het stof. En heel fijn dat hij ook met mij meedenkt. Dit was allemaal niet het plan. Het was niet het plan dat ik gewoon eerst al de vloer had. En dan nog de muren moest doen. En dergelijke. Het was echt. Het liep gewoon echt heel anders dan ik had verwacht. Maar goed. Het is niet erg. Het is eenmaal wat het is. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat hij met me meedenkt. En dat hij dan het alsnog wel mogelijk maakt dat het wel wordt gefixt. En daar gaat het om. Dus ik ga nu gauw weer verder, want we moeten nog naar de andere woning en daar van alles doen. Zo, ik ben nog wel druk. Dit is dag nummer 7. Zo, zoals jullie zien ligt er dus nu overal van zo'n cel. Oké, dan gaat hij dus deze muren schuren en al dat stof komt dan niet op mijn vloer. En dan is het in ieder geval gedaan. Voordat mijn spullen in de woning zitten. It's a lot. Het is echt veel meer werk dan ik denk, eigenlijk. Ik ga nu gauw naar het milieupark rijden met al die spulletjes. Om dat weg te gooien en dan richting mijn huis, mijn oude huis. Om daar alles, je kent het verhaal wel. Oh, mijn zak. I'm a black woman. Hi. Oké, het is nu 12 minuten over 1 s'nachts. En wij zijn net klaar om alles los te maken. De kasten, de bedden, dozen nog ingepakt en naar beneden gebracht, laatste dingetjes. En dan moeten we echt, ik ga nu bij mijn moeder slapen, want wij hebben hier natuurlijk geen bed meer. Morgen moeten wij echt super vroeg op, want tussen 8 en 9 komen de verhuizers. En ja, Elijah en Janai die beginnen om 8 uur of 8:30 met school. En Elijah die is nog steeds ziek, hij heeft net zelfs gespuugd, dus hij kan morgen niet naar school. Dus ik zit morgen met een kind dat ziek is, een baby. Een ander kind dat nog naar school moet om 8:30. En chaos. Nou, gelukkig heb ik wel genoeg mensen om me heen die mij kunnen helpen. En de verhuizers uiteraard. Dus dat komt goed. Maar het is alleen eventjes passen en meten. Wij gaan nu snel naar mijn moeder toe. Douchen, slapen en voor zo lang het kan. Naar Jaylee, die is het echt zat. De kinderen zijn het zat, dus ik ga gauw. En dan is morgen de grote dag. Ik ga hierbij ook de tweede klusvlog afsluiten. En wederom bedankt voor het kijken. Reacties altijd leuk. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende video. Doeg!